eerste wat we gaan doen bij de grote onderhoudsbeurt is het verversen van de motorolie. Om dat te doen moeten we eerst de oude motorolie uit de scooter halen. Dat doe je bij deze aftapplug. Die ga je even losdraaien. Dan laten we de olie in een bak vallen. Die olie brengen we weg. Dan doen we de aftapplug weer dicht en dan vullen we nieuwe olie bij. Wat je voor nodig hebt is een bako. Even een bak om de olie in op te vangen. En altijd handig een oude krant. Voor als de olie op de grond valt, dan heb je geen vlek in de vloer. Dan gaan we eerst deze aftapplug losdraaien met een bako en die draai je linksom. En als je hem een klein beetje los hebt, kun je met de hand verder afdraaien en dan leg je de bak eronder en laat je de olie in de bak vallen. Zo, linksom. Kijk, kleine slag is al voldoende en dan is die al open. Dan leggen we de bak om de olie op te vangen onder de aftapplug. Die halen we rustig los. Linksom. En probeer hem niet in de olie te laten vallen, maar dan wordt hij hartstikke smerig natuurlijk. Nou, hij is bijna los. Ja. Zoals je kunt zien loopt er niet heel veel olie uit. Dat komt omdat de oliefilter nog in de scooter zit. Die gaan we er even uithalen en dan zal de olie er beter uitstromen. Nu is het zo dat de uitlaatbocht vaak voor de oliefilter zit, waardoor je hem er niet zo makkelijk uit krijgt. Nou, mocht je hem er echt niet uit krijgen, dan kun je even deze twee bouten van de uitlaat losdraaien. Dan zal de uitlaat wat naar beneden zakken. Dan heb je meer ruimte voor de oliefilter. Dan kunnen we ook wat omhoog houden. Trek hem er zo uit. Dat zal ik ook even demonstreren. Deze uitlaat wordt namelijk toch vervangen. Ik haal de twee bouten even los met een inbusbitje. Zo, de onderste is los. Bij deze scooter is de uitlaat geknapt, namelijk de voorbocht. Dus dat is zo'n grote scheur en dat hij helemaal is afgeknapt. En dat hij dus ook niet meer vast zit in het motorblok. Dus dat maakt ook ontzettend lawaai. Deze uitlaat ga ik helemaal demonteren. Dus als ik deze bout loshaal, valt de uitlaat zo naar beneden. Dus die laat ik even zitten. Trek de oliefilter er wel even uit. En zoals je kan zien loopt de olie er nu al een stuk sneller uit. Ik hou de scooter nu wat scheef. Dan loopt de olie er wat sneller uit. En zo krijg je ook alle olie uit het motorblok. Anders blijft er namelijk altijd wat in zitten. Je kunt hem echt wel scheef houden, dat is geen probleem. Zorg wel dat die oliebak natuurlijk niet omvalt. Alle olie is nu uit het motorblok. Ik ga eerst even de hele uitlaat demonteren. En dan ga ik de oliefilter terug monteren. Want er moet namelijk een nieuwe uitlaat op komen. Aangezien ik de uitlaat er toch afgehalen, kan ik best daarna pas een oliefilter terug monteren. Want dan kan je er veel beter bij. De uitlaat is inmiddels gedemonteerd. Als je nou benieuwd bent hoe we dat hebben gedaan, daarvoor hebben we een andere video gemaakt. Die staat ook op ons YouTube kanaal. Nu kunnen we er mooi bij. Aftapplug hou ik weer even los. En dan kunnen we de nieuwe oliefilter monteren. En je hoeft dus niet de hele uitlaat te demonteren voor het vervangen van de oliefilter. Nieuwe oliefilter, origineel uiteraard. Die monteer je weer terug. En die kan er maar op één manier in. Nu voel je dat hij niet goed zit. Hij moet echt in een inhammetje vallen. Kijk, en dan zit hij goed. Dan voel je ook dat hij vast zit. Dus als je hem zo duwt en je voelt dat hij ergens tegenaan zit, dan zit hij niet goed. Hij past er maar op één manier in. Je voelt het wel als hij goed zit. Nou, en als hij goed zit, dan blijft hij ook mooi zitten. Maak hem nog even schoon. Maak de aftapplug ook even er weer droog. Denk eraan dat de rubber weer goed in de aftapplug zit. Dat hij bijvoorbeeld niet hier nog op zit. Of dat hij scheef zit, waardoor hij hem kapot knelt. Dus hij moet er goed in zitten. En dan kun je hem weer terug monteren. Draai hem eerst zoveel mogelijk met de hand vast. Zo. En dan pak ik de bako. En dan draai ik hem strak vast. Denk er wel aan, vast is vast. Draai hem niet te ver door. Het schroefdraad moet heel blijven. Dus als je denkt hij zit vast, laat hem gewoon zitten. Dan gaan we nu de nieuwe olie bijvullen. En dat doen we bij deze oliepeilstok. Draai even naar links om hem open te doen. Kijk, er zit nu geen olie meer in natuurlijk. Dan gaan we nieuwe olie bijvullen. En hiervoor gebruiken we de Castrol Power RS Racing 5W40 viertakt. Een van de beste motorolie op de markt voor scooters. Goede olie van goede kwaliteit voor een betaalbare prijs.
Ook met makkelijke schenkdop. Ook wel zo handig. Geen trechter of iets nodig. Haal hem even los. Trek je omhoog. Dopje uit eraf. Kijk. En zo kun je super eenvoudig je olie bijvullen. Druk de fles een klein beetje in, dat de olie eruit loopt. Voor 800 ml gaat erin. Dus je houdt altijd een klein beetje over, is geen probleem. Kun je gewoon in de fles laten zitten. Kun je bewaren voor een aantal maanden bijvoorbeeld om de olie even bij te vullen. Indien er natuurlijk te weinig olie in zit. Er kan nog wel redelijk wat olie bij. Maar toch zit hij al aardig vol. Dus wat je dan even kunt doen is hem even een paar keer heen en weer bewegen. Of straks even de motor starten. Zorgen dat de olie een beetje weer rondgecirculeerd is. Of een stukje rijden. En dan weer even opnieuw peilen. En kijken of er nog wat bij wil. De olie van net was pikzwart. Deze olie is eigenlijk gewoon rood. Ziet er nog super schoon uit. Voor nu zit er voldoende olie in. Dus ik draai de oliepeilstok even weer terug. Het is wel belangrijk dat er altijd voldoende motorolie in zit. Je kunt er beter te veel in hebben dan te weinig. Kijk. Dit is het peilstokje. Je hebt hier twee kartels zitten. Daar moet hij tussen zitten, dus tussen dit stukje. Dan is het goed. Hij moet er eigenlijk ook niet boven zitten. Als die onder de helft zit, dan kun je nog wel wat bijvullen. Je kunt beter of net iets erboven zitten of gewoon rond dit stukje, dan op het einde. Als je scooter zonder olie rijdt, dan heb je grote kans op een vastloper. Dan heb je namelijk niet genoeg olie voor het smeren van het motorblok. En als het niet goed wordt gesmeerd, wordt het heet, gaat het uitzetten. En dan kun je bijvoorbeeld hebben dat je zuiger uit gaat zetten en vast komt te zitten in de cilinder. Hele hoop ellende kun je makkelijk voorkomen. Gewoon af en toe even olie peilen en bijvullen. Dit was de motorolie. Gaan we nu naar de vertandingsolie. We gaan nu de vertandingsolie eruit halen. Wat heb je daarvoor nodig? Een rateltje of een inbussleutel. Olieopvangbak. Het is natuurlijk het makkelijkste om dat met dezelfde bak te doen als wat je voor de motorolie hebt gebruikt. En even een kartonnetje. En daarmee kan je de olie opvangen en laten glijden in de bak. Anders krijg je namelijk alles op je velg. Er zit onderin de kattenkap een inbusbout. Die moet je losdraaien. Je komt hier wat moeilijk bij, dus een inbussleutel of een rateltje heb je nodig om er goed bij te kunnen komen. De ratel zit op de goede plek. Draai hem linksom. En hij is los. Als die dan eenmaal een klein beetje los is, kun je meestal met de hand wel verder losdraaien. Ja, dat wil ook. Zorg er dan even voor dat je de opvangbak klaar hebt staan en het kartonnetje. Kartonnetje, opvangbak staat klaar. Nu draai ik het boutje met de hand linksom. Boutje is los. Zo. Je ziet de olie al open. De olie is ook erg smerig trouwens. Dus het is goed dat die wordt vervangen. Dit is het boutje. Er zit een klein ringetje op. Alle vertandingsolie is er inmiddels uit. Deze bak leggen we even weg. Zo. Gaan we het boutje weer terug monteren. Het boutje is weer met de hand vastgedraaid. Gaan we nu het laatste stukje even met de ratel doen. Zo. Boutje is weer vastgedraaid. Denk eraan, vast is vast, niet te strak. Dus dat is klaar. Dan gaan we nu nog de vertandingsolie bijvullen. Ik haal het luchtfilterhuis even los. Moet sowieso gebeuren om straks de veesnaar en dergelijke te vervangen. Maar hier kun je ook beter bij de peilstok van de vertandingsolie. En als je er makkelijker bij kan, werkt dat een stuk prettiger. Dus het is de moeite wel waard. Nu mooi bij de peilstok, linksom, is losdraaien. Dit is de nieuwe vertandingsolie die we gaan monteren. Deze is goedkoop te bestellen in onze webshop. Dit is de Kroonolie Scoogear 75W90. Dit is een van de beste vertandingsolie op de markt voor scooters. Het is niet alleen voor de Zip, maar ook voor andere scooters te gebruiken.
Vespa, Peugeot, Sim, noem het allemaal maar op. Makkelijke schenkdop, je draait hem open naar links. Dan doe je het flesje op zijn kop. En dan schenkt hij de olie bij. Je kunt in principe gewoon het hele flesje erin gieten. Liever iets te veel dan te weinig. Er zit nog wel redelijk wat in. Dus er moet nog wat meer uit. Dus ik zal hem iets helpen. Nou, klinkt alsof hij leeg is. Mooi zo. Zet het pijlstokje weer terug. Kun je natuurlijk nog gaan peilen of er voldoende in zit. Maar als je het hele flesje erin hebt gegoten, er zit er sowieso genoeg in. Dan hoef je in principe niet te peilen. Dan zet ik hem nog een klein beetje vast met een tangetje. Hoeft niet al te vast, maar dan moet er nog weer loskomen. Zo is goed. Als je de kartenkap nog los gaat halen, kun je het luchtfilter uit zo laten. Anders kun je hem natuurlijk weer even terugmonteren. Dan gaan we de kartenkap demonteren. En daarvoor halen we eerst dit kapje even los. Zit met 3 schroeven vast. Pijlstokje hou je even los. Zetten we gelijk het pijlstokje weer vast. Zodat er geen viezigheid bij de olie in kan komen. Dan gaan we nu alle kartenbouten even loshalen. En als je alle kartenbouten al los hebt gehaald met de ratel, kun je ze er even uithalen met een schroevendraaier. Dat is namelijk wat sneller en wat makkelijker. Alle kartenbouten zijn los. Kunnen we nu de kartenkap eraf trekken. Als je een beetje heen en weer beweegt, komt hij meestal wel los. Kijk, dat is hem. Luchtfilter uit omhoog. En dan heb je hem los. Hier moeten we zijn. Veesnaar, rolletjes en variogeleiders zitten hier. De krukasmoer, die moeten we even loshalen. En dat doe je met een Vario blokkeersleutel. Of als je een slagmoeder hebt of een luchtsleutel, dan kun je natuurlijk daarmee doen. Maar dat hebben de meeste mensen niet in huis. Dit is hem, de Vario blokkeersleutel van Busetti. Te bestellen in onze webshop. Hiermee kun je de krukasmoer zelf eenvoudig loshalen. Bij deze is een hoekje afgeslepen omdat die anders soms niet past op een iGet model. Kun je altijd zelf nog even doen, soms is het ook niet nodig. Je monteert hem als volgt. 2 kartenboutjes heb je nodig die je net hebt losgehaald. De Vario blokkeersleutel op zijn plek zit en goed in de tandwieltjes zit, want dat is vooral het belangrijkste, dat hij goed in de tandwieltjes valt. Dan kan de krukas niet meer heen en weer. Dan kun je de krukas moet loshalen zonder dat de Vario mee gaat draaien. Pak je gewoon een ratel met dopje 15, zet je op de krukasmoer, dan draai je hem linksom. Kijk, dan komt hij los. Zo. Haal ik alles los. En een goede tip is om alles in één keer eraf te halen. Dan weet je in welke volgorde het terug moet. Dus zo staat het erop en zo gaat het ook weer terug op de scooter. Heb je hier de veesnaar, een klein beetje induwt, komt de veesnaar wat los. Trek hem er zo af. Zo. Nou. Oude veesnaar. Hij begint hier al wat scheuren te krijgen, dan kun je zien dat hij versleten is. Maar goed, we gaan hem sowieso vervangen. Heb je hier de Vario. Vario bus.
Zonder Vario ring erop. Er zit namelijk geen Vario ring in deze scooter. Het is ook een brom. Ramplaat. Met ramplaatgeleiders. En dit zijn die van Malossi. Dit is namelijk een Malossi Vario. Aangezien daar ook een Malossi Multivar in zit. En de rolletjes. En dit zijn uit mijn hoofd de 7,2 gram van Leo Vins. We gaan een nieuwe feestnaam monteren. Origineel. Voor de Piaggio Zip. Nieuwe Vario rollen. 7,5 gram. Bij een Piaggio Zip iGet Brom met Malossi Multivar is de beste afstelling meestal 7 of 7,5 gram rollen. 7,5 gram rollen heb je meestal net iets hogere top. En dat wil de eigenaar van deze scooter graag. Dus we doen 7,5 gram. Het is van Bobotech. We hebben ook Vario rollen origineel van Piaggio en van Leo Vins op voorraad. Het is een beetje wat je wil. Het is iets minder goede kwaliteit dan bijvoorbeeld Leo Vins of origineel. Maar wel een stuk goedkoper. Zo kan iedereen zelf een beetje bepalen wat hij wil. Wil je hele goede kwaliteitsrollen, dan ga je bijvoorbeeld voor origineel of Leo Vins. Nou, origineel is alleen maar een 7,5 of 10 gram. Leo Vins heeft wel wat meer varianten. Nou, deze klant gaat voor de 7,5 gram van Bobotech. Monteer ze allemaal dezelfde kant op. Bijvoorbeeld met de tags naar boven. Want de rolletjes zijn namelijk niet aan beide kanten gelijk. Kijk maar, de ene kant heeft een inham en de andere kant is gelijk. Doe ze gewoon dezelfde kant op, allemaal. Zo. Nou, dit is een Malossi Vario, er zitten ook Malossi Vario geleiders op. Dus de originele Vario geleiders van Piaggio die ik hier bij me heb liggen, die passen hier niet op. Dus daar moeten nog even later nieuwe Vario geleiders opgemonteerd worden van Malossi. Mocht je nou willen weten hoe je die monteert, daar hebben we ook een aparte montagevideo van. Kun je vinden op ons YouTube kanaal. Laat nu de oude Vario geleiders nog even opzitten. De Vario bus weer terug. En alles weer op zijn plek. Dan de nieuwe feestnaar, origineel. Denk er even aan, de feestnaar heeft een draairichting. Dat kun je zien aan die pijltjes. En die moeten natuurlijk in de draairichting van het wiel. De scooter gaat vooruit, het wiel draait deze kant op. Dus de feestnaar gaat zo. De pijltjes moeten dus die kant op wijzen. Als je de poelie een klein beetje aantrekt, dan kun je hem ertussen doen. En zo. De feestnaar zit op zijn plek. Als je deze dus induwt, komt de feestnaar ruimer te zitten. Dan heb je hier wat meer speling. De feestnaar zit goed, zorg dat hij goed over de bus heen zit. Mocht je willen, kun je nog even het karter schoonmaken met bijvoorbeeld een beetje remreiniger. Spuit je even al dit stof eraf. Hoeft niet per se, is natuurlijk wel het mooiste, zo hou je de boel wel mooi schoon. Zorg ervoor dat alles goed op de tandwieltje zit, voordat je de boel terug monteert. Dan draai je eerst de krukasmoer zo ver mogelijk met de hand vast. Totdat hij echt niet meer wil. Dan pak je weer de ratel. Kun je hem nog even verder vastdraaien. Met de hand tegenhouden. Dan het laatste stukje doe je met de Vario blokkeersleutel. Dat is nu. De Vario blokkeersleutel zit weer op zijn plek. Krukasmoer. Vastdraaien. En denk eraan, vast is vast, maar je mag er best wel wat kracht op zetten. Hij moet natuurlijk niet losdraaien. Die zit goed vast. Haal de blokkeersleutel weer los. Zo. En dan is dat weer klaar. Kun je de kattenkap weer terug monteren. Feestnaar is vervangen, Vario rollen zijn vervangen. Vario glijders hoor je natuurlijk ook te vervangen. Dan nu de kattenkap weer terug. Die zit weer vast. Dan gaan we alle kattenboutjes weer terug monteren. En ik raad je aan om wat kopervet erop te smeren. Zorg er namelijk voor dat de kattenboutjes niet helemaal wegroesten. En ook weer loskomen als je ooit de kattenkap weer los moet halen. Anders willen ze nog wel eens vast komen te zitten. Het is nu ook goedkoop te bestellen in onze webshop. Nieuw in het assortiment. Denk eraan dat je deze klem ook weer terugmonteert. Dat is hierboven natuurlijk ook. Er is er ook een klem om de slang op zijn plek te houden.
Zo. En het laatste boutje. Zo, de boutjes zitten weer vast. Ik ga nu alle boutjes even goed aandraaien. Dat doe je dus weer kruislinks. Dus bijvoorbeeld eerst rechtsonder. En dan linksboven. En dan weer rechtsboven. En dan weer linksonder. En dat doe je zodat de spanning gelijkmatig op de kattenkap komt te zitten. En dat hij er dus niet scheef op komt te zitten. Zo. Dan draai ze nog niet helemaal strak, dat doe ik op het einde en dan draai ik ze allemaal nog één keertje aan. Loop ik ze één keer bij langs, zodat je er ook geen één vergeet. Loop ik ze allemaal nog één keer bij na. Denk eraan, vast is vast. Ze moeten ook weer los kunnen komen. Maar je wilt de schroefdraad ook niet kapot maken. Kattenboutjes is een veel voorkomend probleem dat ze hier zijn doorgedraaid. Dan draait de schroefdraad kapot, kun je hem niet meer vastzetten. Dat is helemaal niet nodig. Gewoon maar niet al te veel geweld die dingen vastdraaien. Hoeft allemaal niet muur en muur vast. Je moet het ook nog los kunnen halen natuurlijk. Kapje weer terug. Spelstokje er weer in. Zoals je kunt zien, krijg je er wel ontzettend vieze handen van. Je kunt even handschoenen aan doen natuurlijk. Ik vind dat wel prettig om te werken zonder handschoenen. Heb je iets meer gevoel. Nog even goed je handen wassen en ze zijn weer schoon. Zo dan, het kapje zit weer vast. Monteren we het luchtfilterhuis nog maar even vast. Kun je het best ook even een beetje vet opsmeren. En ook die zit weer vast. Zo zie je maar, zo heel ingewikkeld is het niet. Het kost alleen gewoon wat tijd. Als jij die tijd hebt en je vindt het leuk om aan je scooter te sleutelen, dan raad ik het je zeker aan. Iedereen kan het zelf doen als je maar het goede gereedschap hebt. We gaan weer verder naar het volgende onderdeel. In deze montagevideo laat ik jullie zien hoe je het luchtfilterelement van een Piaggio Zip kunt vervangen. Het luchtfilterelement zit hier, achter het luchtfilterhuis. Er zit een kap op, die kap moet even los. Dat doe je als volgt, er zitten een aantal schroefjes. Die schroefjes moet je even loshalen. Hieronder zit één dikke schroef en hier middenin ook. En dat is om het luchtfilterhuis los te halen, dat je hem kunt bewegen om bijvoorbeeld de kattenkap los te halen. In principe hoef je deze niet los te halen voor alleen het luchtfilterelement te vervangen. Draait de schroefjes naar links. Zo, alle schroeven zijn los. En je trekt hem er zo vanaf. Ja. Dit is het oude luchtfilterelement. Vol met viezigheid en zand. Die gaan we even vervangen voor een nieuwe. En waarom is het nou zo belangrijk? De scooter heeft lucht nodig voor de verbranding. En die lucht die aan wordt gezogen, daar zit viezigheid in. En dat wordt tegengehouden met zo'n luchtfilterelement. En dat is om te voorkomen dat de viezigheid als zand en andere troep bij de motor komt. Ik raad altijd aan om een originele luchtfilterelement terug te monteren. Hierop is de scooter meestal ook afgesteld. Deze is al standaard ingevet, dus hoef je ook niet zelf in te vetten. En zo duur is een originele helemaal niet. Goedkoop te bestellen in onze webshop.
Dit is het originele luchtfilter voor de Piaggio Zip. Er zijn er bijvoorbeeld ook van Malossi. Voor de echte sportieve rijders natuurlijk. Deze zijn niet ingevet. Die zou je eventueel zelf in kunnen vetten. Maar je kunt ze ook zonder vet gebruiken. Het verschilt een beetje hoe de scooter erop reageert. Sommigen zeggen dat hij daardoor gaat lopen. Anderen zeggen juist dat hij minder goed gaat lopen. Deze scooter rijdt prima. Dus er wordt een originele luchtfilter teruggemonteerd. Hoe monteer je nou zo'n luchtfilterelement? Eigenlijk vrij eenvoudig. Je moet hem er namelijk niet in duwen of trekken of wat dan ook. Er zitten allemaal gaatjes in. En die gaatjes zijn voor de plekken waar het schroefje vastgezet moet worden. Zo zit hij goed op zijn plek. Het is wel belangrijk dat hij binnen dit plastic valt. Anders krijg je namelijk het luchtfilterhuis niet goed dicht. Alle schroefpunten moeten vrij zijn. Maar je moet hem er niet in proberen te prikken of helemaal te proppen. Want het is juist de bedoeling dat hij alle naden ook afdicht. Dat daar geen zand of wat dan ook tussen komt. Als het luchtfilterhuis nou heel vies is, kun je hem nog even schoonmaken met bijvoorbeeld een beetje remreiniger of een doek. Het luchtfilterhuis is weer schoon. Het is nog een beetje vochtig, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat droogt vanzelf alweer op. En dan nog even een belangrijk dingetje. Deze schroefdraden zijn heel erg fragiel. Als je de schroeven te strak aandraait, dan knappen ze af. Bij deze scooter is het er al een keer gebeurd. Deze twee zijn al afgeknapt. Dat lijmen, dat zal niet echt werken, dat knapt zo weer af. Dus wees er voorzichtig mee, vast is vast. Zo'n schroef gaat echt niet los door de trillingen. Dus je hoeft ze niet muurvast strak te draaien. Luchtfilter zit op zijn plek. Doe hem eerst overal even goed aan dat hij op zijn plek zit. En dan zet ik alle schroeven losjes vast. Nog niet gelijk heel erg aandraaien. Dat moet je sowieso niet doen. Je moet de boel pas vast gaan zetten als alle schroeven op zijn plek zitten. Deze twee schroeven kun je niet meer vastzetten, omdat het schroefdraad is afgebroken. Andere schroeven zitten allemaal wel op hun plek. Zet ze heel lichtjes vast. En voor deze twee schroeven ga ik nog wat anders verzinnen. Maar dat is niet voor deze video. We gaan de bougie vervangen. En die zit achter deze bougiedop, dus die trekken we er even uit. Die wil nog wel eens vastzitten. Zo, die is los. Kijk, en hier zit de bougie. Wat je hiervoor nodig hebt is een bougiedop. Ik heb de bougiedop op een verlengstukje. Die zet ik op de bougie. Ik kan er maar op één manier in. Ratel eraan. En voorzichtig linksom draaien. Kijk, en dat is hem. De bougie is los. En deze gaan we vervangen voor een nieuwe. De oude bougie. NGK MR8 BI 8. En we monteren terug een NGK MR8 BI 8. Oftewel, dezelfde bougie als die erin zat vanaf de fabriek. Je monteert dus een originele bougie weer terug. Geen B-merk, waardoor de scooter slecht kan gaan lopen. Een goede bougie is belangrijk voor een goed lopende scooter. En bezuinig je dus ook niet op. De nieuwe bougie plaats ik weer in de bougiedop. En dan monteer ik hem weer terug op dezelfde plek. Ik zet hem eerst even met de hand vast. Ik doe dit zelf ook. Gewoon liefst zoveel mogelijk met de hand vastdraaien. En alleen het laatste stukje met de ratel. Zo. Nou. Ratel er weer op. Nu rechtsom. Denk eraan, vast is vast. Nou. Nu merk ik dat er heel veel weerstand komt. Zit hij goed? Haal ik hem weer los. De bougie zit goed op zijn plek. We kunnen de bougiedop weer terugmonteren. En ook die zit op zijn plek. Zo eenvoudig is het. Een bougie vervangen kan in principe iedereen zelf gewoon thuis doen. Het is alleen belangrijk dat je dus een bougiedop hebt. En het liefst ook een verlengstukje met een ratel of iets dergelijks. Denk er wel even aan. Heb jij geen iGet scooter, maar een oudere carburateur variant, dan monteer je niet deze bougie uit de video, maar dan monteer je deze
de NGK CR8EB. Dit is voor de Piaggio Zip en Vespa carburateur variant. En je moet dus ook niet die bougies door elkaar gaan halen, want dan zal de scooter helemaal niet goed lopen. Het is belangrijk dat je de juiste bougie terugmonteert. Op onze website kun je meer informatie vinden over de bougies. De volgende stap van de grote onderhoudsbeurt is het vervangen van de remblokjes. Dat doe je aan de voorkant van de scooter, bij de remklauw. En de remklauw moet eerst even los, anders kun je niet bij de remblokjes. En daarvoor haal je deze twee inbusbouten even los. Hiervoor kun je een ratel gebruiken of een inbussleutel. Linksom. Zo. Zo, twee bouten zijn los. Dan kun je nu de remklauw ervan aftrekken. Probeer ervoor te zorgen dat de remklauw de velg niet aanraakt. En dat doe je door de remklauw die kant op te duwen. Zo. De remklauw is los. Hier zie je de twee remblokjes zitten. En zoals je kunt zien is deze bovenste remblok veel verder afgesleten dan die. Die bovenste is ook al bijna op. Dus het is gewoon verstandig om je remblokjes te vervangen. Veel mensen denken ik kan nog wel even, maar aan de andere kant, een ongeluk zit in een klein hoekje. Als je niet hard genoeg kan remmen, is de kans op een ongeluk vrij groot. Nou, remblokjes kosten niet zoveel. Ondanks dat er nog een klein beetje remsegment op de remblokjes zit, is mijn advies om altijd je remblokjes te vervangen bij een grote onderhoudsbeurt. Sla je het namelijk over en zijn je remblokjes op een gegeven moment echt op. Dan verlies je gewoon heel veel remkracht, heb je heel veel kans op een ongeluk. En daarnaast, waarom zou je die paar euro's besparen als je hiermee een groot ongeluk kan voorkomen? Allereerst voor je eigen veiligheid. Je wilt natuurlijk ook zelf heel blijven. Maar ook je scooter kan je helemaal totaal losrijden. Omdat je niet genoeg remkracht hebt. Dus vervang ze gewoon en bespaar je niet op. Hier zit een borgveertje, die moet er even af. Zo, borgveertje is eraf. Kijk, en dan kun je deze pin eruit trekken. Zo. En ook de pin is eruit. Het klepje kun je eraf halen. Het beugeltje komt ook al gelijk los. Deze houdt de remblokjes op afstand. Die halen we ook even eruit. En dan kun je de remblokjes er zo uithalen. En dit zijn de oude remblokjes. Nou, de boel was zo smerig dat ik inmiddels maar even handschoenen erbij aan heb getrokken. De oude remblokjes. Zoals je kunt zien, ontzettend weinig remsegment. Ik zal ze even vergelijken met nieuwe. Dan kun je het verschil zien. We verkopen remblokjes van verschillende merken. Nieuw Fren is A-kwaliteit voor een wat goedkopere prijs. Nou, is natuurlijk Malossi. Iets duurder, maar wel zeer goede kwaliteit. En ook wat sportiever natuurlijk. We hebben ook originele remblokjes. Het assortiment wil nog wel eens variëren. Soms komt er een nieuw merk bij wat betere kwaliteit biedt of een betere prijs. En soms gaan er ook weer wat weg. Op dit moment verkopen we deze twee, ook die van Polini en origineel. Goedkoop te bestellen in onze webshop, dus doe daar ook zeker je voordeel mee. Bij deze scooter monteren we de nieuw Fren remblokjes. Kijk. Nou, dit zijn de nieuwe. En dan kun je het verschil zien met hoeveel remsegment erop zit. Ik kon hier nog wel even mee worden gereden, maar dat had niet heel veel langer hoeven duren. Voordat we de nieuwe remblokjes gaan monteren, gaan we eerst de zuigers even naar binnen duwen. Het is namelijk zo, hoe ouder de remblokjes en hoe minder remsegment, hoe meer de zuigers naar binnen zullen staan, omdat ze natuurlijk wel de remschijf moeten raken. Dus heb je nieuwe remblokjes, moeten de zuigers even weer naar binnen. Je kunt het best even doen met de waterpomptang. Ik doe er even een papiertje tussen, zodat de lak niet beschadigt van de remklauw. En je zet de waterpomptang op de rand van de zuigers. En je duwt hem zo naar binnen. De ene kant is al naar binnen, nu de andere kant. Ik haal het boze ogenlogo van de remklauw af. Er komt namelijk een nieuwe sticker op. Als je het nou ook gaaf vindt, zo'n boze ogenlogo op de remklauw, kun je hem goedkoop bestellen in onze webshop. Dat is een uniek product van de Scootershop, zelf ontwikkeld. Deze ruimlesten die haal ik er zo nog even af. Nu de andere zuiger nog. De zuigers zijn weer naar binnen. Even het oude stof eraf. En dan smeer ik de boel even een klein beetje in mijn vet. Dat die zuigers wat makkelijker kunnen bewegen en niet verroesten. En dan monteer ik de remblokjes weer terug. Pak wat kogellagenvet. En het kogellagenvet doe ik op de achterkant van de remblokjes. En dan zullen ze automatisch ook de zuigers even smeren.
klein beetje met mijn vinger nog op de remklauw. In principe kan wat vet eigenlijk niks kwaad doen. Het houdt de boel namelijk alleen maar soepel. Remblokjes, die schuif je er zo in. Zorg ervoor dat ze goed aan de buitenkant zitten. Dus dat er een spleet in het midden zit. Want daar moet de remschijf in komen. Die er weer tussenin. En dan de borgpen er weer doorheen. De borgpen zit weer op zijn plek. Duw de remblokjes dan even weer naar buiten. Zodat de remblokjes goed tegen de zijwand aan zitten. Even een veertje weer in. Veertje er weer in. Deksel er weer op. En klaar is Kees. En dan kun je de remklauw weer terug monteren. Dus als je dus kunt zien, nieuwe remblokjes. Zorg ervoor dat de remblokjes goed naar buiten zitten. En dan kun je hem weer terug monteren. En je schuift hem er zo op. Kijk aan. Dan gaan we de boutjes weer terug monteren. Met ringen uiteraard. Zorg er ook voor dat hij wat vet op zit. Kopervet bijvoorbeeld. Zodat de bouten niet vastroesten. En dat je dus ook weer makkelijk los krijgt de volgende keer. Zet ik ze nog even goed vast met een ratel. Denk eraan, vast is vast. Niet doordraaien. Mooi. De nieuwe remblokje zit er gemonteerd. Zoals ik al zei, komt er nog even een nieuwe sticker op. Dit haal ik er nog even af. Omdat je nieuwe remblokjes hebt gemonteerd en die zuigers weer helemaal in de remklauw hebt geduwd, staat er nog geen remdruk op de remschijf. Als je nu de rem indrukt, kun je helemaal induwen en dan remt de scooter niet. Denk er dus aan, voordat je de weg op gaat, even een aantal keer remmen, even de rem induwen. Anders heb je namelijk kans dat als je op de weg bent en je wil remmen, dat je geen remdruk hebt. En dan kom je dus niet tot stilstand en heb je kans op een groot ongeluk. Belangrijke tip. En dat was het. Alle stappen van de grote onderhoudsbeurt hebben we gedaan. De scooter kan er weer een tijdje tegenaan. Hopelijk loopt hij weer wat beter als hij niet zo goed liep. Goede investering in je scooter om gebruik te maken van goede kwaliteitsonderdelen. Loop je scooter beter, gaat hij langer mee. En zul je ook niet zo snel stil komen te staan met problemen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie graag weer een keer terug op ons kanaal. Bekijk onze webshop www.scooterproducten.com. Goedkope accessoires voor jouw scooter. En tot de volgende video.